Bij conferentiecentrum Droom werd woensdag volop gestemd. Veel Beuningenaren vinden het belangrijk hun stem te laten horen. U heeft zojuist gestemd. Waarom bent u gaan stemmen? Omdat het ontzettend belangrijk is om in ieder geval je stem te laten horen. Ik wil mijn stem niet verloren laten gaan. Omdat het belangrijk is om mijn stem te laten horen. Men denkt vaak alleen aan de nationale verkiezingen. Maar in de gemeenteraad heb je ook heel veel invloed. In ieder geval als burger zijnde, om in ieder geval dat te delen. En ik kan het niet laten om dan niet te gaan stemmen. Nou, stemmen moet je natuurlijk altijd doen. Stemmen moeten niet verloren gaan. Dus sowieso, dat is een kwestie van principe. Plus dat het ook belangrijk is dat je je eigenlijk laat vertegenwoordigen in je gemeente natuurlijk. Dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker dan landelijk. En vind je het belangrijker? Ik vind lokaal vind ik belangrijker dan landelijk. Dat ik daar geen vertrouwen in heb. Je kunt op stemmen waarop je wilt, maar ze voeren toch niks uit wat je wilt. Dus. Zijn er bepaalde thema's die u belangrijk vindt? Ja, het gaat nu natuurlijk vooral om lokale thema's, zoals de leefbaarheid van je gemeente. Zorgen voor je mensen, dat is een hele belangrijke, zorgen voor. Veiligheid en wonen, hè? Huizen bouwen. Hè? Ja. Maar ja, dat zal weinig kunnen als we die stikstofmaatregelen handhaven. Hè? Medewerkers zorgen ervoor dat het stemmen vlekkeloos verloopt. Waarom bent u vandaag aan de slag gegaan bij een stembureau? Omdat ik vorig jaar voor het eerst mee heb gedaan. Dat was ontzettend leuk en ik dacht, nou, we doen het weer. Wat is uw taak precies? Ik ben plaatsvervangend voorzitter en ik ondersteun Ed, onze voorzitter, met zijn taken. En zou u een taak kunnen noemen? Het scannen van de stempassen. Zijn er ook wel eens mensen die vergeten om mee te nemen? Vandaag nog niet gehad, nee. In het Beuningse gemeentehuis was het woensdag een stuk rustiger. Toch had de voorzitter van het stembureau ook daar genoeg te doen. En wat is uw taak als voorzitter? S'morgens is de taak eigenlijk om het stembureau in te richten. Van bordjes buiten tot alle procedures te doorlopen. En verder is de taak dat dan de taken verdeeld worden. Wat ook wel belangrijk is, is goed als er onvoorziene omstandigheden. We hadden net een mevrouw, die had wel een brief gehad, maar geen stempas. Of een meneer die was kwaad omdat hij vanmorgen mee wilde kijken met zijn vrouw in het hokje, wat eigenlijk niet mag. Nou, dan moet je wel zorgen dat de rust bewaard wordt en dat uiteindelijk toch iedereen rustig kan stemmen en naar buiten gaat. En dan natuurlijk vanavond te tellen dat het allemaal goed gaat, want er mogen ook mensen komen kijken of de pers. Dus dat moet allemaal goed en nauwkeurig gaan. En uiteindelijk moet het precies kloppen met het aantal stembiljetten, aantal ingeleverde stempassen en natuurlijk ook de uitgebrachte stemmen.